riep je vrienden, hoe is het daar? Nou, hier is het allemaal prima, ik heb het allemaal overleefd. Maar de vraag is natuurlijk, wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Ahmedje opgestuurd, ook in het prachtige nieuwe jaar? Oh, kijk. Dit vind ik nou leuk. Hapjes uit de airfryer. Als ik toch verdikke ergens trek in had. Heerlijk. Allemaal van Kwekkenboom, dat is meer mijn merk. Van Dobbe Kwekkenboom hou ik meer van dan die supermarktbende. Overigens is het ook voor de supermarkt gemaakt. Het is ook supermarktbende. Maar dat maakt niet uit. Kwekkenboom Black Angus bitterballen. Hij lijkt de bitter die balie. En dan hebben we Kwekkenboom kaashapjes. Hou ik van kaashapjes. En hier Old Amsterdam bitterballen. En daar snap ik helemaal geen moe van, want Old Amsterdam is kaas en bitterballen, daar zit vlees in. Oh, dit is een combinatie van dit, want dit noemen ze een bitterbal, maar er zit dus kaas in van Old Amsterdam. Nou, whatever, als het maar vet is, als er maar saus bij kan. Die moeten dus in de airfryer, want oom Jan heeft geen frituurpan. En waarom niet? Om mezelf te beschermen. Want als ik een frituurpan had gehad, lagen er bijna dagelijks kroketten in en was dit dikke hoofd zo geweest. Nou, even lekker bakken. Tot zo. Hatsi, kika, kikadeetje. Ze zijn klaar, ze zijn warm, ze komen uit de airfryer. Het hele huis stinkt. Dat vind ik wel een beetje een probleem met een airfryer. Maar ik zal wel weer een goedkope hebben zonder filter. In ieder geval, daar gaan we. We hebben hier het kaashapje. Dan hebben we hier het luxe kaasbitterballetje. Met Old Amsterdam. En hier gewoon de good old bitterbal, maar ook een beetje chic, van Black Angus. Overigens weet je dat als je een product hebt en dan gooi je zo'n stukje Black Angus, bij wat voor vlees dan ook, dan mag je het Black Angus noemen. En de mensen denken, oh, lekker chic, helemaal vol met Black Angus. Deze bitterbal zit niet vol met Black Angus, er zitten misschien een paar reepjes in. Ja, je moet het maar weten. Proef met die handel. Ik begin met het kaashapje. Waarom? Omdat hij er zo leuk uitziet. Ja hoor, het is gewoon een baggervet stukje kaas met een krokantje. Het enige verschil is dat de kaas in deze wat minder vloeibaar is. Want als je een kaassoufleetje bij de snackbar hapt, schiet er zo een klodder kokende lava op je wang. En loop je 3 weken bij het brandwondencentrum Beverwijk rond met een paars-groene wang. Zo'n prima kaassnackje. Is het heel interessant? Nee, het is gewoon een kaashap, niet meer is het niet. Dan hebben we nu de chique kaasbal met gevuld met Old Amsterdam. En hoe lekker is dat? Heel lekker, want dat is een bitterbal en dat heet Bitterbal Old Amsterdam. Hier gaan 2 dingen mis. Punt 1. Waar is de vulling? Die ligt waarschijnlijk dan nog in het mandje van de airfryer. En punt 2. Dit is helemaal geen kaart, dit is een gewone bitterbal. Kijk, dat heb ik er dus op tegen om alles dan in hetzelfde krokantje te stoppen. Deze is dus de kaasbitterbal en die is dus de gewone bitterbal. Dat zie je dus niet van de buitenkant. Waarom is het niet in een ander vormpje? Heel irritant. Maar enfin, ga ik toch de kaas, Old Amsterdam kaasbitterbal. Het ziet er anders uit qua vulling dan het kaashapje, minder geel. En eigenlijk ook minder kaas. Het is gewoon een soort zetmeel met kaassmaak. Deze, dus zeg maar de cheap ass variant, is veel meer kaas dan de zogenaamde luxe Old Amsterdam. Want dit is gewoon allemaal zetmeel met een beetje oude kaassmaak. Is dat vies? Nee, natuurlijk is het niet vies. Het is warm, het is vet, het is zout. Er zit een krokantje omheen. Kind kan de was doen. De Black Angus bitterbal. Zonder heel veel vulling. Maar ik zie er wel nog wat in zitten. Die gaan we ook even proeven. Het krokantje wordt wel lekker krokant. Je hebt veel van die airfryer producten. Daar wordt het niet echt lekker krokant van. Heel. Kijk, en nu kom ik bij de vulling. Nu is de kwekkenboom bitterbal al per definitie lekkerder dan, zoals ik dat noem, die paardenvlees bitterballen, die goedkope dingen die wij in de voetbalkantine krijgen. En deze Black Angus die is dan weer 1 trapje hoger dan de gewone kwekkenboom bitterbal. En is die lekker?
Ja, hij is heel erg lekker. Heb ik wat gemist? Ja, ik heb er geen saus bij gedaan. En dat was dom. Even een lekker vet bekkie gehaald, al had ik die natuurlijk al. We gaan cijfertjes geven. Ik vind deze irritant dat ze er een bitterbal van hebben gemaakt. Hier lag de driekwart van de vulling lag nog in het mandje van de airfryer. Eigenlijk is deze gewoon helemaal gezellig geweest. Deze Old Amsterdam Bitterbal heeft twee minpunten. Punt 1. Noem het geen bitterbal op het moment dat er kaas in zit. Een bitterbal bevat vlees. Dit is dan een kaasbal of zo, wat dan ook. Is dat chic met Old Amsterdam? Dat zou het moeten zijn, maar dat is het niet. Want het is gewoon een melige roe zit erin. Het is niet meer dan boter en bloem. Met een beetje stoffige Old Amsterdam smaak erbij. Dus deze die krijgt mij een 6. Best is het niet. De volgende is de Black Angus kwekkenboom bitterbal voor in de airfryer. Ja, is gewoon prima bitterballetje, kan je niks over zeggen. Kijk, en ik heb ze waarschijnlijk te lang in dat klote ding laten zitten. Vandaar dat hij dus ontploft. Maar daar kan hij niks aan doen, dat is mijn fout. Is deze bitterbal gewoon lekker? Ja. Wordt het zelfs lekker uit de airfryer? Ja. Deze krijgt van mij een 7. Ik zou er wel een likkie mosterd bij doen, want zo is natuurlijk eigenlijk geen moer aan. De winnaar, en dat is misschien nog wel gekker, is het gewone ordinaire kaashapje. Want dit doet gewoon alles wat het moet doen. Er zit van die vieze gele kaassmurrie in. Je brandt er met alle makkelijke en plezieren je bek aan. Hartelijk kantje, hartstikke lekker. Ik zou er denk ik een, nou, sweet chili saus. Godsamme kraken. Woe! Sweet chili saus bij doen. Lekker. Deze is gewoon prima te doen. Ik geef hier een 8 voor. Hartstikke lekker. Lekker gesnackt. Ben je blij, Jan? Niet echt, maar wel een beetje een warm vol buikje. En daar was het allemaal om te doen. 1, 2, 3. Gelukkig nieuwjaar.